Stel je voor, bijna 3 jaar lang in de jungle achter chimpansees aanlopen om te kijken wat ze nou eigenlijk doen. En dan ziet Carlien Janmaat iets wat nog niet eerder officieel is vastgesteld in het wild. Chimpansees kunnen plannen. Wetenschappers staan vaak versteld van wat apen allemaal kunnen. In de jaren 60 ontdekte de beroemde apenexpert Jane Goodall dat chimpansees twijgjes gebruiken om mieren uit spleten en holtes te vissen. Tot dan toe werd gedacht dat alleen mensen gereedschap hanteerden. Some of the scientists thought I'd taught them. That would have been quite the genius, especially since I couldn't get near them back then. It would have been very clever. Ook de Nederlandse Carlien Janmaat besteedt haar hele leven aan het observeren van apen. Ze is als gedragsbioloog verbonden aan het Max Planck Instituut in Leipzig. Daarvoor studeerde zij onder meer aan de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Groningen. Janmaat en haar team observeerden in de zomers van 2008 tot en met 2011 5 chimpansees in een nationaal park in Ivoorkust. Van hun dagelijkse zwerftochten door het dichtbegroeide woud tot het moment dat de apen wakker werden en het ontbijt aan het bereiden waren. Carlien weet alles van aapjes kijken en komt tot verrassend nieuwe inzichten. Welkom Carlien. Dit is een vraag die waarschijnlijk wel vaak gesteld wordt. Maar ja, ik denk toch dat het wel handig is om een beetje van die liefde van je mee te krijgen. De liefde voor chimpansees. Waar komt die vandaan, Carlien? Nou ja, ik vind in principe alle dieren heel erg leuk. En het leuke van chimpansees is dat je ze de hele dag kan volgen. Dus ze vliegen niet weg, ze duiken niet onder water of kruipen niet in een hol. Maar je kan de hele dag met ze meelopen. Maar dat denk ik wel. Je kan wel met ze meelopen. Dat moet je doen op 2 benen, want zij hebben er 4. Ja. Dat gaat redelijk snel. We hebben wat beeld dat je achter ze aanloopt ook, hè, overdag. Hoe kon je dit volhouden weken, maanden lang? Ja, ze lopen inderdaad wel wat sneller dan ons. Nou, we werkten in een team. Ik werkte samen met een Ivoriaanse studenten. En ik ging 3 dagen het bos in. En dan volgde ze van het moment dat ze wakker werden totdat ze gingen slapen. En dan wisselde zij mij af. En dan ging zij 3 dagen het bos in en dan kon ik even uitrusten. Maar accepteren ze jullie in hun buurt? Want dit is vrij dichtbij. Ze letten helemaal niet meer op jullie. Nee, deze dieren zijn al, ja, het is al 30 jaar onderzoek naar gedaan. Ze zijn ontzettend gewend aan mensen. En konden ze gewoon volgen zonder dat ze omkeken. Maar ja, op een gegeven moment zagen we wel dat ze. Dus dat is een van de dingen die we ontdekt hebben. Dat ze heel vroeg 's ochtends opstaan soms. En dan, toen zagen we wel dat ze angstig waren. En dat als ik dan een tak brak of iets geluid maakte, dat ze ineens wel omkeken. Chimpansees zijn bang in het donker. Ja, en toen, ja. Ik bedoel, is hun gedrag 's avonds ook echt heel anders dan overdag daardoor? Ja, je merkte dat wel, dat ze schichtig waren en keken van, wat is er, is er een luipaard in de buurt? Maar was het wel eens bedreigend voor jullie? Want chimpansees kunnen ook behoorlijk agressief zijn naar elkaar. Dus al zeker naar een of ander mens dat achter ze aanloopt met een camera. Nou, zo ga je geen interactie met ze aangaat. Dus, en zo ga je geen voedsel geeft, is er geen gevaar. Soms komt inderdaad wel eentje op je af met zijn haren omhoog. En dan luid roepend als er een andere chimpansee achter je staat. En sta jij ertussen? En dan is de truc van om ergens anders naar te kijken en vooral niet te reageren. Geen oogcontact maken. Geen oogcontact maken. En dan gaat hij vlak langs je heen. En dan gaat je hartslag wel een beetje omhoog. Nou, heb je ook beelden gemaakt die we gezien hebben? Dat is ook daar. En 's avonds maken ze altijd een nest. Ja. En dat nest bouwen, dat kost wat tijd. En Carlien geeft zelf commentaar. We gaan nou een nest maken. We wachten nog op de rest. En eerst moet je ook een nest maken, want die moeten allemaal samen. Dan moeten ze weer wachten. Saaien. Dit is zo de thuisfront, dit is geen wetenschapsproces. Ja, geduld is een schone zaak. Maar gaat het nog gebeuren of hoe zit het ermee? Ja, dan gaat het. Oké. Gaat je één tak ombuigen. En dan zoek ze een andere tak. Het wordt een groot nest. Dan kan je lekker liggen. Bij die kleine hoed er ook in. Ik had nog zo gezegd. Dit moet je niet uitzenden. Oh, nee, echt?
goed voor mijn carrière. Waarom niet? Is dat zo? Nou, dit is heel erg vermenselijk natuurlijk voor van dit is niet gedrag. Dit is niet wetenschappelijk. Nee, maar dat is dan nu vastgesteld. Dit is gewoon een beeld voor zeg maar, de home video. Dit is niet een wetenschappelijke verantwoording. Het komt niet in geen enkele publicatie, alleen bij ons. Nou, en hier kijkt niemand. Nou heb je, als je ze volgt, dan gebeurt er soms niet zoveel. Of ze bouwen een nest, hè, om wat voor reden ook ze dat doen. En ineens, dan zie je iets wat nog niemand gezien heeft in het wild. Kan je beschrijven hoe dat gaat? Ja, wat we dus zagen is dat ze heel vroeg al, voordat het licht wordt, voordat de zon opkomt, hun nesten uitklimmen en dan in het donker, in de schemer, over de bosgrond lopen en naar hun ontbijt gaan. En dat was voor mij nieuw, dat was ook voor de andere onderzoekers nieuw. En waarom was dat zo nieuw? Want voor mij is het heel logisch dat je wordt wakker. Ze plassen ook nog, hè, ze wakker worden. En vervolgens ga je eten zoeken. Wat is dan anders dan, wat is het ongebruikelijke daaraan? Nou, dat je dus zag aan hun gedrag dat ze het eng vonden. En dat ze angstig waren. En ze hebben ook wel alle reden daartoe. Want een van de vrouwtjes die ik voor het volgde, die had haar jong verloren aan een luipaard het jaar ervoor. En luipaarden zijn meer actief in het donker. En, was wel heel intrigerend. En ook vooral omdat ze op sommige ochtenden dat juist niet deden. En gewoon een uur lang of soms langer in hun nest bleven liggen. Dus ze maakten onderscheid in de ochtenden. En ben je erachter gekomen waarom ze dan sommige ochtenden wel vroeg opstonden? De wekker vroeg zetten, zeg maar, even vermenselijken. En de andere ochtend niet? Dat was dus de grote vraag. Dus we hebben allerlei dingen gemeten, zoals heeft het geregend. Als het regent, vinden ze het ook niet leuk om vroeg op te staan. Is het koud geweest? Hebben ze honger gehad? We hebben allerlei energiebalans gemeten. Zijn er andere mannetjesapen in de buurt? Vaak mannetjes maken veel meer herrie, dus dan die jagen luipaarden weg, dus dan staan ze ook vroeger op. We hebben allerlei factoren in een model gestopt en daarbij bleek dus dat vooral het type fruit heel belangrijk was. Of het fruit was waarom geconcurreerd werd, wat andere dieren ook makkelijk konden eten en lekker vonden. En is dat dan, je hebt hier een paar dingen meegenomen. Dit kan me wel iets voor, dit zijn een soort bomen. Nou, ja. Maar wat is dit? Het is een soort van Olympische vlam. Dit is dus wat ze aten. De eerste maand dat ik in het bos was, aten ze dit vooral in de bomen. Door de droogte is het opgerold, maar het had net zo'n vorm als dit. En dit is hetzelfde? Een soort, het zitten zaden in. Dus het zijn een soort peulvruchten, maar dan heel hard. Hè? Het is echt hout. Houtachtig. En dit is dus heel moeilijk voor andere dieren om te eten. En hier blijven ze dus heel lang voor in hun nest liggen, want daar hoef je niet vroeg voor uit bed, want niemand kan dit met hun tanden openbreken, alleen de chimpansee. En zij stonden dan op voor vijgen? Vijgen zijn dan van die fruit, dus dan een fruit wat heel makkelijk gegeten wordt. En het leuke was dat ze dan voor vijgen opstonden die heel ver weg waren. Dus ze namen niet alleen type fruit in oogstel, maar ook de afstand tussen hun en de ontbijtboom, zeg maar. En dat was nieuw. Dus hier eten ze die vijgen, hè, dit? Ja, daar eten ze inderdaad vijgen. En dan heb je zo'n onderzoek, heb je ineens zo'n conclusie van, wow, ze kunnen plannen. Ja, dat ze kunnen plannen was al eerder aangetoond, maar dat is echt in een dierentuin? Maar in deze context en ook dat ze ook meerdere factoren in oog zou nemen. Het is echt van, hoe laat ga ik weg, hoe laat kom ik aan, wat ga ik eten, hoe ver ben ik van zo'n boom verwijderd, zijn er luipaarden in de buurt, dat soort verschillende factoren, dat was nieuw. En wat ook nieuw was, dat ze de avond ervoor al hun nest positioneerden in de richting van die vijgenbomen. En nou, dat is echt, nadenken over de volgende dag. In het filmpje werd al gezegd door Luc, vroeger dachten we het verschil tussen man of tussen mens en dieren is het gebruik van instrumenten. Ja. Is aangetoond dat apen dat kunnen. Ja. Vervolgens dachten we met z'n allen, wat het verschil is tussen mensen en dieren is het empathisch vermogen. Dus we kunnen voor anderen voelen. Is ook aangetoond bij olifanten bijvoorbeeld, maar ook bij chimpansees. Toen dachten we van, dan is het verschil misschien de stembanden. Maar BO's en papegaaien kunnen ook praten. En nu toon jij aan dat ze ook dieren dus kunnen plannen. Het komt steeds dichter bij elkaar. Wat is nou nog het verschil? Behalve dan dat we het kunnen zien, maar ik bedoel,
Nee, het zijn wel dingen die anders zijn. Als, bijvoorbeeld, als ik de moeders dan noten zag kraken. En dan zie je die kleintjes die je kijken, van wat die ze aan het doen. Maar dan zie je niet wat je bij mensen ziet, dat de moeder naar het jong kijkt. En dan naar de noot kijkt. En dan zeg maar bijhoudt wat het jong ziet. Ja. Dat zie je niet zo. Dat echte kijken van deelt, ziet zij wat ik zie. Hadewiges, begrijp ik nu. Ik even ja. Daarom ben ik hier ook. Om ja. even dat en ja. Wat ook heel typisch menselijk is imiteren. Dat zijn ontzettend, wij zijn ontzettend goed in imiteren van dingen. En we hebben ook, dat is dan wel weer in het lab, zijn een aantal experimenten gedaan met van die, ja, het zijn een soort toolboxen, waar je dan als je een laadje optrekt, dan kan je daar een fruitje uithalen, of een druif, of een M&M. Chimpansees in gevangenschap vinden M&M's heel lekker, ik weet niet waarom. Maar dan doet mens dat dan voor, hoe je dat dan open doet. Maar dan doet hij ook nog andere dingen. Dus hij slaat dan aan de ene kant met een stokje aan de rechts, ja. En dan met een stokje boven. En dan trekt hij aan het touwtje en dan doet hij uiteindelijk het laadje open. Nou, je chimpansee kijkt dan naar. En die trekt gewoon meteen het laadje open. Maar dan zet je een kind ernaast en die doet precies. Stokje hier, stokje daar. Een mensenkind. Stokje hier. Ja, ja, ja. En dan post laat je. Dus je imiteert precies wat ervoor gedaan wordt. Nee, dat is natuurlijk heel. Als je bijvoorbeeld een taal wil leren als kleinkind, is imitatie natuurlijk essentieel. Het is heel belangrijk voor ons. Maar het is niet altijd handig. Maar tegelijkertijd. Verkeerde demonstrator. Ja, maar als jij net het voorbeeld geeft van chimpansees die in het donker bang zijn voor luipaarden bijvoorbeeld. Dan lijkt me best wel een goede eigenschap. Dat als ik weet dat mijn broeder Jan-Jaap van der Wal, mede-aap, zeg maar bang is in het donker. Ja. Dat ik hem imiteer en ook bang ben in het donker. Maar ik dan weet van, hey, er is wat aan de hand. Want hij kan bijvoorbeeld een slimmere aap zijn dan ik. Ja, maar als ik een kleintje bij me zou hebben, zou ik hem niet imiteren. Dat is helemaal niet handig, want ja, een luipaard valt hem niet aan, maar hij valt mijn dochtertje wel aan. Want het is niet altijd handig om te imiteren. Je moet ook een beetje nadenken. Ja, nee, oké, sorry. Ze hebben jou wel herkend. Zo'n ding om in bed hebben liggen. Even tot slot nog, wat kunnen we met deze wetenschap nu? Ja, goede vraag. Nou ja, wat ik heel interessant vind is te weten te komen waarom we bepaalde dingen kunnen. Waarom kunnen we plannen? Wat is het voordeel daarvan? En dit onderzoek waar je echt 3 jaar lang in het regenwoud rondloopt en ook de vrijheid krijgt om dat onderzoek te doen. Hè, wat Max Planck Instituut mij ook gegeven heeft. Ja, dat geeft daar echt inzicht in. Van waar komen we vandaan? Waarom zijn we wie we zijn? En dat vind je alleen maar uit met dit type onderzoek. Mag ik je nog tot slot een wetenschappelijke vraag stellen? Je hebt al die apen natuurlijk namen gegeven. Doe al die onderzoekers altijd dat je gewoon ze uit elkaar kan houden. Ja. Wie mis je nou het meest? Isha. Isha? Isha was een hele lieve, tolerante moeder die ook heel veel weesjes met zich meenam. Isha. Wanneer ga je weer terug naar Isha en de konuiten? Voorlopig niet. Ik ga eerst naar Congo. Daar ga ik mensen bestuderen. Kijken hoe die overleven in het regenwoud. Maar ja, ik denk wel vaak terug aan ze. Ik maak me ook echt wel zorgen over hun situatie. Want er werd veel gejaagd in het bos, illegale jacht. En de populatie chimpansees wordt steeds kleiner. Elk jaar, 20 jaar geleden waren er 12.000, nu zijn er nog geen 1.000. Dus het gaat in een rap tempo dat het bos verdwijnt. En ja, daar maak ik me wel zorgen over. Dus ik ben heel erg geluksvogel natuurlijk dat ik met die dieren mee kunnen lopen. Er zijn maar 1 in de miljoen mensen die dat mogen. Maar ik heb ook wel een verantwoordelijkheid naar die dieren toe. En dat is een van de redenen waarom ik hier zit. Hè. Want als wetenschapper is het niet altijd handig om in de media te komen. Je krijgt van alles op je dak. Nee, joh. Maar ik heb wel een verantwoordelijkheid naar die dieren toe. Om echt naar het publiek bekend te maken dat het niet zo goed met ze gaat. En om echt om steun te vragen ook. Ik heb op mijn website een aantal organisaties staan die heel goed werk doen. Laat ze dan opzoeken. Ik hoop dat mensen kijken. Gewoon googlen. Carlien Janmaat heet ze, dames en heren. Geef dankjewel. Een applaus. Dankjewel.